Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de 16e aflevering van Het Orgel op Zondagavond. Deze opname is gemaakt in de Evangelisch-Lutherse Kerk in Den Haag, waar het beroemde orgel staat dat in 1762 is gebouwd door Johann Heinrich Hartmann Betz. Hello, ladies and gentlemen. Thanks for tuning in for the 16th episode of The Organ on Sunday Evening. This recording was made in the Evangelical Lutheran Church in The Hague on the famous organ that was built in 1762 by Johann Heinrich Hartmann Betz. Het eerste werk van vanavond heeft u twee weken geleden ook kunnen beluisteren in een uitvoering door Bram Brandeman. Maar omdat het op dit orgel ook zo fantastisch klinkt, schotel ik u Johann Sebastian Bach's bewerking van Nun kommt der Heiden Highland opnieuw voor. 2 weeks ago, Bram Brandeman already played Bach's prelude on Nun kommt der Heiden Highland, but because it sounds so wonderful on this Betz organ, I am presenting Johann Sebastian Bach's arrangement of this hymn again. Enjoy.
Zoals u vast wel weet heeft Jan Zwart, die leefde van 1877 tot 1937, veel werken voor orgel geschreven. Maar hij heeft ons ook enkele zogenaamde koraalkantates nagelaten. Eén daarvan is geschreven voor koor, sopraan, viool en orgel. En het is gebaseerd op het lied O Gij, mijn troost, mijn zielsverlangen. Tegenwoordig beter bekend als Op U, mijn heiland, blijf ik hopen. Een beknopte transcriptie van dat werk ontdekte ik in een handschrift van Bram Bruin, beschikbaar op imslp.org, maar daar miste ik toch nog wel wat nootjes in. Die heb ik eraan toegevoegd en zodoende kunt u nu gaan luisteren naar dit sfeervolle stukje muziek met als solisten de Vox Humana van het bovenwerk en de Dulciaan van het rugwerk. Dutch organist Jan Zwart, who was born in 1877 and he died in 1937, wrote many works for organ, but he also composed some so-called chorale cantatas. One of these cantatas was written for choir, soprano, violin and organ, and it is based on the song O Gij, mijn troost, mijn zielsverlangen, or in English, O Thou, my comfort, my soul's longing. I discovered a transcription of this cantata, handwritten by Bram Bruin, available on imslp.org, but I still missed a few notes. I have added a few notes, so you now can listen to this gorgeous piece with the Vox Humana of the Bovenwerk, the third manual, and the Dulciaan of the Rugwerk, the first manual, as the soloists. Thank you.
Na deze twee adventsliederen wordt het zo zoetjes aan tijd om ons op kerst te gaan richten. En om te beginnen doe ik dat met twee bewerkingen van het bekendste kerstlied ooit, Stille Nacht, Heilige Nacht. Ik heb erover gedacht om Jan Zwarts overbekende bewerking ook te spelen, maar ik heb voor twee andere arrangementen gekozen. Minstens net zo mooi en ze verdienen meer bekendheid. Om te beginnen een heel sfeervolle bewerking door de door mij zeer bewonderde Zwitserse organist Guy Beauvais. En hij is geboren in 1942. Het werk draagt als ondertitel Voici Noël, oftewel Dit is Kerst, of Hier is Kerst. In slechts één maat wijkt Beauvais uit naar een andere toonsoort, maar dat doet hij zo meesterlijk dat dat voor mij een kippenvelmomentje is. Vervolgens een bewerking van hetzelfde lied door de pianist, organist en componist Lennart Moret. En hij is van het bouwjaar 1988. Hij heeft in een prachtig idioom een soort van wiegelied geschreven. En ik vind het werkelijk verrukkelijke muziek. U zult het vast met me eens zijn. After these two Advent songs, it's time to start focusing on Christmas. For starters, I will play two arrangements of perhaps the best-known Christmas carol ever, Silent Night. First, a very calm and smooth arrangement by Swiss organist Guy Beauvais, born in 1942, a musician I admire very much. The work has the subtitle Voici Noël, or This is Christmas. In just one measure, one bar, Beauvais goes to another key and he does it masterfully. And then an arrangement of the same simple song by the pianist, organist and composer Lennart Moret, and he is from the year 1988. Lennart has written a kind of lullaby in a beautiful idiom and he did a very fine job. You will surely agree with me.
Vervolgens speel ik iets van een andere hedendaagse organist en componist die ik ook zeer hoog acht. De Canadees Denis Bédard, geboren in 1950. Hij schreef 4 variaties over het 14e eeuwse kerstlied In Dulci Jubilo, in wat mij betreft een aangenaam kruidige kleur. Nog eventjes iets over dat lied. Dat heeft een zogenaamd macaronische tekst. Latijn en volkstaal door elkaar heen. In het originele lied betreft die volkstaal Duits, maar in Nederland, in het oud-Nederlands kennen we dit lied ook. In dulci jubilo, zing het en wees vroo, al onze herten wonnen leidt in principio, enzovoorts. Now I'll play something by another contemporary organist and composer whom I also admire greatly. Denis Bédard, born in 1950 from Canada. He wrote 4 variations on the 14th century Christmas song In Dulci Jubilo in a somewhat spicy language. This song has a so-called macaronic text, Latin and vulgar tongue mixed up. In the original lyrics, the language is German and Latin, but an English version exists as well. In Dulci Jubilo, let our homage show. But the lyrics of Good Christian Man Rejoice is much better known. Thank you.
Als uitsmijter heb ik nog een leuke toegift achter de hand. Go Tell It on the Mountain. Geschreven door de Duitse pianist en kerkmuzikus Michael Schütz. Hij probeert met zijn muziek een brug te slaan tussen popmuziek enerzijds en kerkmuziek anderzijds. En volgens mij slaagt hij daar uitstekend in. I have an encore up my sleeve. It's Go Tell It on the Mountain, written by German pianist and church musician Michael Schütz. With his music, he tries to bridge the gap between pop music on the one hand and church music on the other, and I think he succeeds very well in this. Dank voor het luisteren en kijken naar Het Orgel op zondagavond en ik hoop dat u ervan heeft genoten. Ook heel veel dank aan de kerkrentmeesters en koster van de Lutherse Kerk in Den Haag voor de gastvrijheid. En niet te vergeten Sander van den Houten, de organist van de kerk, die ervoor heeft gezorgd dat de tongwerken van het orgel zo goed gestemd waren. Het was fantastisch. Ook dank voor de donaties die Bram en ik voor de vorige editie van deze serie hebben ontvangen. Het maken van deze uitzendingen kost ongelooflijk veel tijd en ook geld. Als u ons daarin kunt en wilt ondersteunen, dan kunt u via de links die u in de beschrijving onder deze video kunt vinden, een donatie overmaken. Bij voorbaat, opnieuw dank. Over 2 weken kunt u gaan luisteren naar Bram, die het wondermooie Hinsorgel van de Buitenkerk in Kampen bespeelt. Ik wens u heel fijne kerstdagen toe. Thanks for watching The Organ on Sunday Evening, and I hope you enjoyed it. Also, many thanks to the board and the caretaker of the Lutheran Church in The Hague for their hospitality. And Sander van den Houten, who tuned the reeds of the organ so well. It was fantastic. Also, thanks for the donations Brandeman and I have received for the previous editions of this series. Making these broadcasts costs an incredible amount of time and money. If you can and want to support us in this, you can make a donation via the links you can find in the description below. Many thanks in advance. Have a nice evening and see you in 2 weeks, then you can listen to Bram playing the wonderful Hinsorgel of the Buitenkerk in Kampen.
Merry Christmas.